lot of stuff. Welkom bij Topnemers, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Te gast is Christel Kuyt. Christel, je bent van Headroom. Klopt. Wat doen jullie? Wij maken het zo makkelijk mogelijk voor ondernemers om te werken met een PA. Een PA is een personal assistant. En hoe doe je dat dan? Ben je een uitzendbureau? Nee, we werken met het hele PA-team bij ons op kantoor in Amsterdam. En we assisteren ondernemers door heel Nederland. Oké. En we doen dat op een manier die past bij de ondernemer van nu. Want een traditionele secretaresse past niet meer per se bij de nieuwe generatie ondernemer. Want de wereld is heel erg veranderd. Oké, wat is daar dan anders aan? Want ik ben wat ouder. Ik associeer een PA toch met 's ochtends tussen 9:30 en 9:30 even de dag doornemen. Ja, dat doen wij ook. Maar dan dus per telefoon of bijvoorbeeld per Google Hangout of Slack. Ja. Dus wij doen dat op afstand omdat de ondernemer van nu reist heel erg veel, is on the go, heeft misschien verschillende bedrijven, is niet meer gebonden per se aan één vaste fysieke werkplek, wat vroeger wel vaak het geval was. Vroeger ging je naar het bedrijf, nou daar werkte je dan, communiceerde je dan face-to-face met fax of telefoon en ja, met het internet natuurlijk, e-mail en bepaalde apps is communicatie globaler geworden. Veel toegankelijker, veel makkelijker om daar dan goed met elkaar te werken. En leven we ook in een wereld waar het nog nooit zo makkelijk is geweest om nu je eigen bedrijf te starten. Dus het is, wat ik geloof, een entrepreneurial revolution gaande. Ja, en die ondernemers die opereren wereldwijd. En die hebben een PA nodig die weet hoe zij op die manier die ondernemer kan assisteren. Maar ik hoor wat je zegt en toch denk ik, het is als je een ondernemer zal het ook fijn vinden als die iemand goed kent of als diegene die hem helpt, goed kent, weet dat hij op bepaalde momenten van de dag misschien niet in de stemming is om dit of dat te doen. Jouw mensen opereren op afstand. Ja. Hoe zorg je dat ze elkaar goed leren kennen? Ja, nou ja, dat geldt niet alleen voor de ondernemer, maar ook voor de PA. Die vindt het ook belangrijk natuurlijk. Je communiceert met elkaar gewoon op dagelijkse basis. Af en toe is de ondernemer ook bijvoorbeeld in Amsterdam en dan komt hij langs bij ons op kantoor en dan heb je gewoon wel face-to-face contact. Of we worden uitgenodigd voor borreltjes, dus dat is er wel. Maar ja, het werkt hetzelfde als dat je PA eigenlijk gewoon met jou op kantoor zou zitten zoals wij hier zijn. En wij zijn vaak de eerste die horen als je vader bent geworden of als er iemand misschien is overleden. Zo'n band te bouwen met elkaar op. Omdat ook, ik ben het bedrijf gestart vanuit mijn achtergrond als secretaresse. Dus we weten gewoon heel erg goed wat het inhoudt om een goede PA-service te leveren. En we bespreken met jou als je bij ons start. Wat zijn je doelen? Hoe ziet je ideale werkweek eruit? We helpen je met inboxbeheer. Waardoor we natuurlijk veel context en informatie mee krijgen. Waarbij we ook gewoon proactief jou goed kunnen assisteren. Dus. Hey, waarom? Ik zit even te denken. Als ik je goed begrijp. Zeg je, we zitten in Amsterdam, een kantoor met PA's. Ja. Je dienst is eigenlijk remote, op afstand. Ja. En toch kies je ervoor om met z'n allen op een kantoor te gaan zitten. Waarom doe je dat niet? Dat doen we omdat het is gewoon leuk om met een team te werken. En sommige PA's die wonen in Eindhoven. Dus die werken dan een paar dagen ook weer vanuit huis. Sommige wonen in Rotterdam, andere in Groningen. Dus we werken zeker ook remote met elkaar als team. Maar het is ook gewoon fijn om wel natuurlijk een bedrijf op te bouwen dat je af en toe met elkaar samen kan zijn. En dat normaal is een secretaresse best wel een eilandje alleen bij een bedrijf. Want je werkt voor de bazen van de onderneming. Ja. En je hebt daar toch best wel een speciale band mee. En ja, je bent vaak de enige ook in die functie. En een headroom is qua dat iets heel bijzonders. Want daarbij heb je de mogelijkheid als secretaresse om niet alleen te groeien van junior naar mid-level naar senior, maar ook is het gewoon echt een soort PA-family met wie je kan sparren. Daarnaast bieden we een continue service aan. Dus er is geen ziekte, er is geen vakantie. Jij wordt als een ondernemer. Mensen vangen elkaar op. Precies. Ja. En dus je werkt als PA ook met echt een team van 2 of 3 collega's. En dat maakt het uniek, maar ook heel erg leuk. En wat zijn de nadelen?
zeg maar vanuit het perspectief van de klant. Want ik heb zelf toevallig, ik heb een tijdje een PA gehad. En ja, ik vind het een beetje met afstand, als je de leiding ergens hebt, de belangrijkste functie die er is. Ja. Heel veel aandacht aan besteed om een goede te krijgen. Ja. Het is allemaal heel erg privacygevoelig. Klopt. Ze weten alles van je. Ja, zeker. Als je het goed wil doen. Ja. Klopt. Ik zie heel veel. Maar ik zie best nadelen om dat remote te doen. Ik wil zo iemand wel in de ogen kunnen kijken. Ja, maar en waarom dan? Elke dag. Van hoe voel je je? Gaat goed? Ja, maar dus dan de intermenselijke communicatie is zo'n belangrijk onderdeel. Ja, maar kijk, wij zijn opgegroeid waarbij wij net zo dat gevoel kunnen hebben via Slack of via Google Hangout. Absoluut. Ja. En we ondersteunen de oprichters van WeTransfer, Booking.com... Ja, ik zag hele leuke klanten die hier allemaal bijna geweest zijn. Ja, klopt. Precies. En dat zijn vaak ondernemers die nooit eerder met een assistant hebben gewerkt, omdat een traditionele secretaresse niet bij hen paste. En toen kwam Headroom op de markt en toen dachten ze, maar dat is fijn, want ik ben heel vaak niet daar om jou in de ogen te kijken. Maar ik moet dan toch weer terug naar jou om jou in de ogen te kijken, omdat jij anders mij niet goed kan assisteren. Ja. En bij ons is dat niet zo. Dus wij Los je dat dan op, het creëren van die persoonlijke... Ja, kijk, het is elke ondernemer is gewoon verschillend. En juist wat jij zelf ook zegt, die persoonlijke voorkeuren zijn heel erg belangrijk. Ja. Dus als je bij ons start, krijg je een intakegesprek met de assistent die jou gaat assisteren. En dan bespreken we alle taken, dus inboxbeheer, agendabeheer, stukje administratie, notuleren van belangrijke meetings, reizen, privé, regelklusjes, APK-keuringen, noem het maar op. Ja. Op die manier, dat duurt ongeveer 1,5 uur. En wij hebben daar natuurlijk een methodiek in. Wij hebben daar bepaalde ervaring in. Dus wij kunnen jou, je kan ook van ons leren daarin. Maar daardoor krijg jij echt het idee van, oké, dat is precies wat ik wil. Ik wil inderdaad op maandag alleen mijn interne meetings, zodat ik de week met mijn team goed kan offkicken. Dinsdag externe meetings, woensdag helemaal geen meetings. En vrijdag wil ik bijvoorbeeld 3 uur thuis zijn om met mijn gezin tijd door te brengen. En omdat wij dus zo goed jouw agenda beheren, realiseer je dat ook. En dat is uiteindelijk voor de ondernemer het allerbelangrijkste. Behaal ik mijn doelen? Doe ik dat op een gestructureerde manier? Dat is eigenlijk belangrijker dan wil ik mijn assistant in de ogen kunnen kijken. Ja. Nee, ik snap hem hoor, want ik zie ook heel veel voordelen, begrijp me goed. Dat je backup hebt, dat mensen elkaar dingen kunnen overnemen. Het is ook heel tijdrovend om iemand in te werken. Precies. Al die dingen kun je natuurlijk hartstikke goed oplossen door dat op deze manier aan te doen. Ja, en ik denk, kijk, je wil geen single point of failure meer. Wat je vroeger wel had met een traditionele secretaresse, als zij... Ja. Op vakantie ging of hij of ziek was. En de gewoonte bij ondernemers die een PA hebben om ook te vinden dat je die, laat ik zeggen, minimaal 16 uur per dag moet kunnen bellen, dat ze dan ook op moeten nemen, dat weten jullie ook zo? Nou, we hebben een test gedaan, dus van hebben we een avondshift en een soort weekendshift, maar kijk, het gaat er uiteindelijk om. Dat werd sowieso niet heel veel gebruik van gemaakt, omdat wij hele goede PA's zijn en alles wordt diezelfde dag gewoon nog geregeld en opgepakt en vaak zelfs proactief, dus echt ver van tevoren. En heel af en toe kwam het inderdaad zo voor dat vanwege verschillende tijdzones is het natuurlijk dan wel fijn als bepaalde zaken dan die avond worden opgepakt. Maar dan heb je het over misschien 1 keer... Ja, maar het kan wel. Als je dat wil, dan... Dan staan we voor je klaar, ja. Ja. Maar mijn droom met Headroom is dat we hebben een Headroom Hub in Europa. We hebben een Headroom Hub misschien in de UK. We hebben een Headroom Hub in de US. Ja, precies. En dat jij uiteindelijk, als jij in LA zit, kan je werken met een Headroom Assistant in LA. En als je weer in Nederland bent, heb je weer je Headroom Assistant in Nederland. Ja. Hoeveel mensen heb je nu op kantoor? We zijn nu met ongeveer 20 man. Ja. Ja. Mannen, vrouwen, hoe werkt dat? Het zijn meestal vrouwen. Klopt, ja. En dat is... Ik zou namelijk denken, als je toch remote doet, kun je daar ook een einde aan maken, toch? Nou, dat had ik eigenlijk ook gedacht. En vooral ook omdat met Headroom hebben we 2 missies. 1, het zo makkelijk mogelijk maken voor ondernemers om te werken met een assistant. Want dat maakt je succesvoller en gelukkiger als ondernemer. Maar 2, ook om te laten zien wat een mooi vak het is. En het is echt een vak. En er is een groeiend tekort aan secretaresses. En ik wil met Headroom laten zien, dude,
die stoffige, dat stoffige beeld van een secretaresse, dat bestaat niet meer. Je werkt voor de meest interessante mensen van het bedrijf. Geen dag is hetzelfde, het is super divers. Het is de ultieme goede leerschool om juist te bepalen, als je misschien een student bent, man of vrouw, oké, wat vind ik leuk? Vind ik finance leuk? Vind ik marketing leuk? Vind ik inderdaad misschien toch wel PA leuk? En ja, je bouwt daarmee natuurlijk ook een goed netwerk op, waarbij je dan daar eventueel ook verder in zit. Ja, maar nog niet zoveel mannen, begrijp ik eigenlijk. Nee, we hebben één man. Ja, hoe nou, komt dat? Eigenlijk twee. We hebben een CFO en we hebben één mannelijke PA. Oké. Ja. Ja, en er zijn er weinig. Maar ik vind het heel jammer, want ik geloof heel erg in diversiteit en hoe belangrijk dat is voor je bedrijfscultuur. Ja, denk ik ook. Hey, je hebt mannelijke energie nodig, je hebt vrouwelijke energie nodig. En dus ik ben al blij dat we er in ieder geval dan... Eentje hebben. Ja, ja, precies. Ja. Als je nieuwe mensen aanneemt, hoe doe je dat? Moet jij zelf veel opleiden? Of doen mensen dat ook al op andere plekken als ze zich bij jou melden? Het is grappig. We worden vaak door andere bedrijven gevraagd of wij secretariële trainingen willen geven. Die dus dat hun secretaressenpool wordt opgeleid om inderdaad met de movement mee te gaan van dat bedrijf. Dat doen we niet. Hè? Want dat is gewoon, wij hebben een bepaalde intellectual property, een soort methodiek waar ik in geloof. En daarvoor kom je bij Headroom. Maar we hebben heel veel aandacht voor het team. Dus we hebben een trainer sowieso die samen met mij inderdaad bepaalde trainingen en methodieken heeft opgezet. Maar daarnaast werken we ook met een buddy systeem. Dus een senior PA wordt gekoppeld aan een groepje junior PA's en die traint ze en leidt ze op. En ja, dat maakt het weer veel leuker om met elkaar daarin samen te werken en feedback te geven. Hey, waarom klinkt secretaresse nou minder dan PA eigenlijk? Ja, dat is voor mij eigenlijk weinig verschil. Ik denk waarom wij voor PA hebben gekozen, is omdat wij ook heel veel privézaken oppakken voor ondernemers. Dus... Ja, dat wordt algemeen wel een beetje beschouwd als verschil. Hè? Een secretaresse doet vaak ook de afdeling erbij. Precies. Andere dingen, die managen het kantoor. Ja, ja. Nou, ik denk de grootste taken waarin wij verschillen met een traditionele secretaresse op kantoor, is dat wij beheren de inbox van een ondernemer. Nou, je kan je voorstellen wat voor vertrouwelijke informatie daar binnenkomt. Maar dat geeft ook heel veel ondernemers vaak stress. Hè? Als je 50 mails per dag krijgt, dan lig je s'avonds in bed of je bent nog s'avonds laat bezig. Oh fuck, ik moet nog de e-mail reageren. Oh, dat heb ik gemist. Oh, die aandeelhouder. Ik moet die forecast nog aanleveren. Nou, noem het maar op. En dat geef je niet zo snel uit handen bij iemand die bij jou op kantoor zit, omdat zij misschien een belang erbij kan hebben. Als jij met je compagnon ruzie hebt, uit elkaar wilt gaan, of een collega, hey, daar ben je niet heel erg happy mee, maar jouw secretaresse is daarmee bevriend, is toch heel lastig. Dus daarvoor kiezen ondernemers ook heel duidelijk voor Headroom, omdat wij ze juist helpen met hun inboxbeheer, omdat ze zich vrijer voelen om dat bij ons uit handen te geven, samen met privézaken. Want als jij... Dan zie je wel heel erg dat... Dat is een andere trend, hè? Je ziet dat er steeds meer tooling komt waarmee, noem het life hacking, noem het office hacking, waarmee je eigenlijk je leven steeds beter kunt automatiseren en steeds minder tijd nodig hebt voor al die dingen die jij eigenlijk noemt, waar traditioneel de PA natuurlijk heel belangrijk voor is. Hoe kijk je daarnaar? Want ik zie zelf dat mijn behoefte, kijk puur persoonlijk, mijn behoefte aan dat soort ondersteuning is in de loop der jaren ook wel steeds minder geworden. Zeker. En technologie speelt daarin gewoon ook een hele belangrijke rol. En vind ik ook super interessant. Dus wij kijken ook echt inderdaad naar welke nieuwe apps maken het werk van een PA makkelijker. Dus je hebt nu ook best wel goede scheduling apps die wij ook gebruiken, hè, zodat jij ook minder tijd hoeft te betalen voor jouw PA bij Headroom. Maar there is an app for everything. Hey, je kan je eigen e-mails beantwoorden, je kan je eigen agenda beheren, je kan je eigen reizen boeken, je kan je eigen btw-aangifte doen, je kan je eigen restaurantreservering maken, nou, noem het maar op. Maar daar ligt ook het gevaar. Want als jij alles zelf doet, dan kan jij je niet 100% richten op datgene wat je leuk vindt en waar je goed in bent. En dat remt de groei, dus... Dat is ook wel iets, hè, wat ik heb in San Francisco gewoond en gewerkt. Daar is Headroom ook uit ontstaan. Amerikaanse ondernemers hebben, het land is zo groot, die hebben al meer het idee van, ik moet mijn bedrijf door heel Amerika laten groeien. Ik kan niet alles zelf doen.
ik heb een team nodig van echte experts, zodat ik me kan richten op de strategie, de sales, de business development, nou noem het maar op. En ja, doordat zij dat doen, groeien ze ook sneller. Dus bijvoorbeeld Arthur Koste, oprichter van Booking, die mag ik benoemen soms als voorbeeld, die is happy gebruiker bij ons. En hij belde me op na twee weken dat hij bij ons was gestart. Dus zei hij, Chris, mooi verkooppraatje, hartstikke leuk hoor. Ik dacht 40% meer tijd, klinkt hartstikke mooi. Maar ik heb oprecht spijt dat ik dit niet eerder heb gedaan tijdens mijn boekingperiode. Dus, en dat is natuurlijk waar we het echt voor doen. En waar je ook energie voor krijgt als PA zijnde. Ja. Ja, is het ook goedkoper? Want je betaalt denk ik alleen de uren. Of, ja. Je PA's die je in dienst hebt schrijven, uren per klant. Ja, maar dat is nog werkt iets. Werkt het zo? Ja, precies. Houdt gewoon bij hoeveel tijd je aan de klant krijgt. Ja, precies. Ja. En zij krijgen een overzicht van alle taken die we voor ze hebben opgepakt. Ja. En hoe lang we daarmee dus bezig zijn. Dus jij een paar weken denkt van nou, ik ga even lekker op vakantie. Dan kan dat. Dan maar wordt wel, wordt je inbox wel ook beheerd. Ja. Maar ik denk, en dat is ook weer iets wat je zelf ook aangeeft. Kijk, ondernemers hebben nu echt niet fulltime secretaresses meer nodig. Ja, dat klopt. Dus dan ga ja, je. Want dat bedoelde ik net, hè? Ja. Niet met jullie tooling, maar met mijn eigen tooling. Ja. Want ja, weet je, ik bedoel. Nee. Er is, voor alles is eigenlijk kun je wel weg automatiseren of later automatiseren. Precies. Ja. En ik BTW-aangifte was vroeger een dag werk, tegenwoordig is het een half uur. Daarom. Maar als je dan iemand parttime aanneemt, wat doe je dan op de dagen dat hij of zij er niet is? Ja. Dus bij Headroom heb je gewoon ondersteuning voor hoe lang jij dat nodig hebt op dagelijkse basis. En soms is het een half uur en soms is het vier uur. Dus het is eigenlijk meer ik zou het eigenlijk meer in de trend van de flexibilisering misschien nog wel moeten plaatsen dan in wat dan ook, hè? Ja, dat kan. Ja, het is gewoon, we leven ook best wel in een soort on-demand industrie natuurlijk, samenleving. Ja. Het is ook niet elke week hetzelfde. Zeker. Je hebt periodes dat het knaldruk is en je periodes weer minder is. Ja, maar en nog meer. Kijk, je hebt nu ook teams die gaan dan een workation doen. Dus die gaan dan met het hele team naar Bali. Precies. En die gaan. Ik wil dat heel graag. Niemand wil mee. Nee, of je gaat naar South by Southwest, natuurlijk. En de volle 10 dagen. En dan heb je ook je assistant, maar daar hoef je dan geen verblijf voor te betalen, geen eten, geen drinken. Ja, hey, je zei net, en die snap ik, hè? Dus het groot verschil is dat je niet iemand in je bedrijf hebt. Dat helpt ook voor alle informatiestromen die er lopen, et cetera. Wat staat er in het contract over de gegevens, zeg maar, de kennis die je opdoet als je bij een bedrijf in dienst bent? Mm-hmm. Hè, dan zal dat ongetwijfeld in dat contract staan, wat je wel of niet mag. Ja. Hoe doen jullie dat? Want jullie moeten vertrouwen wekken naar jullie klanten. Dat, dat het geheim blijft met de PA's. Ja. Hoe werkt dat? En dat is natuurlijk in deze tijd ook steeds een groter topic. Kijk, we hebben bijvoorbeeld, we ondersteunen ook VP's bij Johnson & Johnson. Dat is dus een beursgenoteerd Amerikaans bedrijf. Die hebben hele strenge veiligheidseisen en daar voldoen wij aan. Dus ik ga ook niet te veel vertellen over hoe wij die informatie bewaken, maar het is gewoon encrypted. En daarnaast, de assistant die jou ondersteunt, die heeft toegang tot jouw profiel. En dus niet iedereen heeft toegang tot jouw profiel sowieso. Maar we werken ook vaak via de infrastructuur van onze gebruikers zelf. Dus we krijgen bijvoorbeeld. Je krijgt gewoon een account in een corporate. Precies, omgeving, ja. En dat zorgt ook weer voor een snelle opstart. Maar je zei eerder, de kracht van ons is dat je niet één assistant hebt, maar dat we kunnen vervangen. Ja, dus hoe doe je dat dan? Want als er vier mensen zijn, krijgen die vier mensen dan toegang. Maar alleen op de momenten als dus die vaste PA er niet is. Ja. Ja. Maar goed, ik neem aan, die privacygevoeligheid en dat soort dingen, dat weet je zelf natuurlijk ook. Dat is de Achilleshiel van je bedrijf. Ja. Klopt. Dus dat is ook, denk ik, heel riskant. Ja. En zul je vast heel erg gespitst op zijn. Ja, ja zeker. Ja. Want waar haal jij je mensen vandaan? Hoe vet je die? Voor ons qua recruitment, wat wij merken wat het beste werkt, is eigenlijk gewoon LinkedIn. Daar halen we relatief de hoogste kwaliteit PA's vandaan. Ja. Ja. Hey, geef me eens nog, want ik heb gewoon persoonlijk interesse, maar dat mag bij ons altijd gewoon. Als ik nou. Ik zou bijvoorbeeld zeggen, nou, ik heb fulltime PA hoef ik niet, maar zo anderhalf dag per week zou ik het wel fijn vinden. Gemiddeld. Ja. Wat kost dat dan? 950 per maand. Oh.
Nou, moeten we zo maar even moet je er maar even doorpraten? Zo. Ja. Ja. Normaal gesproken, wat hij altijd doet is, in de uitzending koopt hij meestal iets van, ja, van de klanten, van de, onze gasten die er ja, zijn. Ja, ik ga zo meteen thee bestellen voor onze ja, volgende gast. Nou, ja, je kan dus ook een Headroom abonnement bestellen. Ja, ja. Abonnement, en dan binnen 24 uur wordt er contact met je opgenomen om te starten. Maar je kan al met €99, twee uurtjes aan taken hebben. Twee uur aan taken. Nou, 16 uur is beter. Ja, dan doe je 16. Midlevel. Regel, uitzoekklusjes, travel, admin, daily inbox en agendabeheer. Ja, maar ik denk dat je bij die 16 zo blij bent dat je meteen nog weer doorgaat ja, naar die 28. Ja, maar dat is dus grappig, want die dedicated is dat je, zwaardere. De laatste vraag, want ja, de tijd vliegt. Loop je ook niet het risico dat in zo'n virtuele zeg maar start-up wereld, dat een PA ook in toenemende mate natuurlijk ook gewoon gebruikt wordt, weet je, als een soort afvalbak? Dus dat het niet meer de PA van de founder is of van de ondernemer, maar gewoon de secretaresse van het hele bedrijf? Of vind je dat niet erg? Nee, waarom? Het gaat uiteindelijk gewoon om ja, die hoofdruimte. Het gaat uiteindelijk om het ontlasten. Letterlijk de headroom. Ja. Ja. En of dat nou voor Pietje A is in het bedrijf of Pietje B, dat maakt echt dat niet uit. Nee. Ik vind het een mooi initiatief. Ik ook. Nou. Maar waar wij het hier natuurlijk heel vaak over hebben met onze gasten is over scalable business. Hè? Ja. En je zegt zelf al, je zit in de wereld van de scalable business. Terwijl ja, je eigen business de minst scalable van allen is. Ja. En daar ben ik ook eigenlijk wel trots op. Want heel veel bedrijven die zeggen dat ze scalable zijn, zijn toch niet zo heel erg scalable. Want dat is wel grappig. Dat was ook mijn object. Ja. Maar ik was op het hoofdkantoor van Airbnb in San Francisco. En daar had ik gesproken met de VP Engineering. En zij hebben, nou ja, geen geld tekort. En wij financieren alles zelf. Dus ja, wij zitten best altijd wel op de cashflow. En zij liep tegen precies dezelfde issues aan als wij. Hoe vind je de juiste mensen? Want zij hebben personeelstekort. Nou, welk bedrijf ken jij, heeft dat ook niet. Ja. Dus ja, wij zitten in de people business. Dat vind ik ook juist heel erg mooi. Maar omdat dus wij maken het al schaalbaar doordat één assistent meerdere ondernemers assisteert. Hè, om dus inderdaad voor die efficiëntieslag te zorgen. En ik denk ook wat jullie zelf ook al aangaven. Technologie gaat daar natuurlijk ook een steeds grotere rol spelen. Dus ik verwacht dat ook de taken van een PA heel veel geautomatiseerd kunnen worden. En dat er gewoon een paar dingen zijn waar je echt nog wel mensen werk voor nodig hebt. En wat je ook natuurlijk wel leuk vindt. Want het is een personal service. En iedereen vindt het leuk om te horen hoe het gaat met je kinderen. Je bent misschien ziek geweest. Nou, hoe gaat dat nu? Wat zijn je doelen? Hoe kunnen we je daarbij helpen? En nou ja, we weten allemaal dat artificial intelligence daar nog lang niet klaar voor is. Nee. Daar zijn we daar in ieder geval over eens. Ja. Ja. Nou, super. Ja, heel erg bedankt. Ja. Heel veel succes ook. Nou, ja, dankjewel. Heel veel succes. Ja. Dankjewel. En nou ja, praten jullie straks samen eventjes ja, verder? Ja. Ja. Ja, volgende week, want we hebben straks ook nog een wedstrijd. Ja, de wedstrijd. Ja, dank jullie wel voor het kijken. Je zit sowieso aan de microfoon. Blijf zitten. Wij komen nog even af en dan mag je weg. Ja. Dank voor het kijken dus. En we bedanken zoals altijd Bier & Co. voor de biertjes. PQR voor de hosting van de website, Jetstream voor de livestream en Freedom Lab voor de gastvrijheid. Twee uitzendingen doen we per avond, twee interviews per avond. Kijk je live, blijf dan nog eventjes kijken. Kijk je op niemand, dan weet je dat je dat interview ook kunt terugzien via YouTube of fastmovingtargets.nl. Dag!